Links, twee, drie, vier, links, rechts, oké. Okay. Links, opmarcheren. Paars. Uitslag, finale, Wimbledon, 3-1 in het voordeel van Boris Becker. Rechts, oké. Wilde hier van knopen naar de materiaalwagen gaan. Woningspaar uit welke woonplaats? Op Klaweek, in Belgische Limburg. En u bent nogal Napoleontisch gekleed. Wat stelt het voor? Nee, Napoleontische kledij is een tijdwerk. Het is een historische kledij en we proberen het zo goed mogelijk naar te bootsen. Denkt u dat u een kans maakt tussen al die anderen? Het valt af te wachten natuurlijk. Hè. Het is nog vrij vroeg voor daarover te oordelen. Hè. We doen ons best in ieder geval. Ja. Hoe bent u keizer of koning geworden? Koning. Koning geschoten van verleden jaar augustus. Tot nu augustus toe. Ja. En mevrouw, bent u content met uw koning? Jazeker. Haar majesteit moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Eigenlijk wel, ja. U ziet er in ieder geval zeer mooi uit. Dank u. Hebt u vaker aan dit soort schuttersfeesten meegedaan als koning en als koningin? Nee. Mag ik zien wel aan de koningin? Voor mij is het de tweede keer. De tweede keer. Ja. U bent weer opnieuw gekozen. Ja. Maar is het de eerste keer. Hebt u geschoten? Ik heb een koning geschoten, ja. Er wordt op het verwacht.
In de federatietent, te midden van computers, printers, typemachines, telefoontoestellen, acculaders enzovoort, treffen we Jan Jansen. Jan Jansen is van de Viditel. Jan, wat gebeurt hier? Nou, dit is eigenlijk het brein achter de jury. Die zit hier achter die mooie oranje lab. En de lui die doen daar de puntentelling samenstellen. Dus de uiteindelijke winnaars op papier zetten. Nou, en dan hun eerste gang is naar Viditel. En wij proberen dat dan te verwerken in de computers. Zodat zowel in de feestpaviljoen als in de biertent onmiddellijk de uitslagen aan het volk. En vooral aan de schutterij bekend wordt gemaakt. De eigenlijke openingsschoten door de aanwezige bewindslieden vinden wat later plaats dan gepland, maar de kwaliteit van de Bugs en zijn schutters is zo goed dat raakschieten tot de mogelijkheden behoort. En daar praten ze in Den Haag nu nog over. Aan de rechterkant, precies. Zullen we kijken of we het zien? Eerst kijk die man. Dat geeft niks. Dat schuift hij gewoon met de bus. Je moet de bus naar boven te schuiven. Nee, dat er straks doet, dat er met de kop eraan kan. Middelin. Ja! Ja, zijn we weg. Prima. Wel lang geduurd, wel goed. Dat was de eerste. Dat was nog per ongeluk, of niet? Ik heb alleen een speech geluisterd, vriend. Goed gespeeld. Ja, goed. Bravo. U had links. U had links. Hoe vindt u dit feest van Volkskoek? Fantastisch, een goede atmosfeer. Heel duidelijk, mensen komen hier niet alleen bij elkaar om te schieten en muziek te maken, maar gewoon om elkaar plezier te maken. Met elkaar samen te zijn. Prima, prima zo. En het is natuurlijk leuk als je een keer raak schiet, hè? Ja, inderdaad. In de politiek ook trouwens zo. Ja. Nee, de regen op! Mevrouw Lubbers. Hoe deed je dat nou? Mevrouw Lubbers. Echt een interviewtje met u. Nee. Hebt u raak geschoten? Ja, zoals u hebt gezien wel, ja. Gelukkig wel. We schieten vaak genoeg een bok, laten we ook eens raak schieten. Wat is dat voor een ervaring? Oh, dat is een prettige ervaring. Maar ik heb hier aan onze gemeente 6 schutterijen. En die hebben ieder jaar een koningsvogel schieten, dus ik ben het wel een beetje gewend. De minister-president had het helemaal bij het goede eind toen hij zei: waar kun je vandaag in Nederland beter vertoeven dan in Dieteren? Nergens anders dan hier op het OLS. U ziet het. 147 schutterijen uit Nederlands en Belgisch Limburg met aanhang nemen deel. Er heerst een uitbundige kamplust en tegelijkertijd ook wel feestvreugde. De spanning is voelbaar. Zullen de zwarte bolletjes door deze schutterij of door de collega's van de schietboom worden geschoten? De talrijke supporters hopen gespannen dat hun schutterij de felbegeerde OLS-titel mee naar huis zal nemen. De stand wordt natuurlijk nauwkeurig bijgehouden, want er staat voor de schutterijen uit de beide Limburgen heel wat op het spel. Wat ook vandaag weer niet zal lukken, is het uitschieten van het OLS. De organisatie heeft daar wel degelijk moeite voor gedaan door onder meer de reglementen aan te passen. Alles moet immers zo snel mogelijk gebeuren en dus werd het inschieten beperkt en volgden de diverse kavelrondes elkaar in snel tempo op. Ja.
Als er na de 8e kavelronde nog steeds 9 zestallen in een nek-aan-nek-race met elkaar in de strijd zijn, is het lichtniveau helaas zo ver gezakt dat de organisatie beslist aanstaande zaterdag op 13 juli verder te kavelen. Bij ons meneer Jan Hoen, wethouder van de gemeente Maastricht. En wat doet een wethouder uit Maastricht op het OLS in Dieteren? Genieten, gewoon genieten. Ik vind het zo grandioos dat zo'n kleine gemeenschap als Dieteren zo'n fantastisch feest kan organiseren. Ik vind dat gewoon geweldig. En als je zegt van een grote stad als Maastricht, daar zou je het van verwachten, maar dat zo'n kleine gemeenschap zo'n geweldig feest kan organiseren, waar heel Limburg warm voor wordt, daar geniet je gewoon een volle teugen van. Met hoeveel dames zit je aan het werk? Met een dikke 100. En het zijn allemaal dames uit Dieteren? Het zijn allemaal dames uit Dieteren en ook Dieterdenaren. Zestallen en zo'n 6000 bezoekers zijn vandaag weer present in Dieteren. Sint Hubertus uit Schaarsberg, Sint Andreas uit Melick, Sint Willibordus uit Meijel, Sint Martinus uit Maasbree, Sint Monulfus en Gondulfus II uit Maasmechelen, Sint Katrina uit Stramprooi, Sint Barbara uit Reuver, het Akkermansgilde uit Venlo en Sint Lambertus uit Helden. Al vanaf de start stonden Schaarsberg en Stramprooi hoog genoteerd. Er is in de voorbije week nog druk geoefend, zo links en rechts, en niets wordt aan het toeval overgelaten. Het was sneu, maar in de eerste de beste kavelronde, in feite de 8e dus, sneuvelden Maasbree, Melick en Venlo. Het is een druk, hè. Het is een druk, was de ganse week op de hups. Je hebt dan de ganse week en de hups hier. Als dan die 8 en 8 hups, dan zal wel weer gewoon, hè. Ja. Maar we die 8 en 8 gekregen, dat is geschoren. Ja, ze vier hebben ze maar af, Reuven. En dan gaan ze overgehoord dat ze erin blijven. Ja, en Ure Buurman, die waren jurylidjes bij het Akkermansgilde uit Venlo. En die hebben het niet gehaald. Ja, daar hebben ze even tegengeschoten. De vierde man heeft het eerste schut gemist. En moeten dus nog even wachten als ze dus meer zijn in de missen. Want je hebt nog altijd veel geldprijs. Je hebt altijd een prijs verzeten. Dus er is nog niks verloren in dit geval. Maar in ieder geval het... kunnen ze in hem winnen. Is zo'n weg. Oké. Daarna vallen alle illusies voor Meijel en Maasmechelen in duigen. En dat betekent dus al dat het OLS in 1986 weer in Nederlands-Limburg zal worden gehouden. Geen enkele missen. Geen enkele missen. En dan komen we vol vertrouwen hier naartoe. Hè. We halen het, halen het. Zeg, zien de shutters zenuwachtig geweest in de afgelopen dag? Nou ja, afgelopen dag, nee, ik geloof ik niet. Een vrouw moet eindelijk geoefend. Nee, dat wil op de stel eigenlijk niet voor. Dan vallen Reuver en Helden af en blijven de favorieten Stramprooi en Schaarsberg over. Stalen zenuw. Oh, stalen. Weet ik niet. Of ze van ijzer of van staal zijn, dat weet ik niet. We hadden het al niet meegemaakt, dus... Eerst winnen en dan de organisatie. Over de organisatie, ja.
En dan gebeurt het. Johan Bommers, aanvankelijk geen spoorje zenuwachtigheid te bekennen, mist in de 13e kavelronde zijn laatste schot voor Sint-Hubertus. Ja, en dan ligt de titel voor Sint-Katrina voor het grijpen. Jacques Cuppens legt zonder een spier te vertrekken aan voor het laatste beslissende schot en haalt feilloos het bolletje naar beneden. Zelfs onder die geweldige huldiging die u gehad hebt. Overal kalm mee blijven. En wat gaat u nog straks doen als u thuis komt? Nou, ik denk dat we vandaag niet meer thuis komen. Over het Oud-Limburg Schuttersfeest de Kinrooys straks een reportage. Vandaag geen commentaar bij het nieuws en geen studiogasten. Wel een vakantieprijsvraag met een prachtige prijs. Zondagmiddag 5 juli. Onder een tropische zon werd het 90ste Oud-Limburg Schuttersfeest ceremonieel geopend te Kinrooy in de noordoosthoek van Limburg. Met een vlaggenparade, een inspectie van de schutterijen en een massale vendelgroet. Ceremoniemeester Alice van Daal presenteerde de plechtige openingszitting nadien. Onze schutterijen zijn cultuurdragers in de ware betekenis van het woord, reeds eeuwenlang. Denken wij maar aan de binding van de schutter aan zijn schutterij. Zeer veel schutters kunnen teruggaan via vader, grootvader, naar overgrootvader en zelfs verder. En ik kan niet nalaten hier de woorden in herinnering te brengen van de sympathieke voorzitter van de SAS, de heer Bob de Gol. Zij, de helden van Kinrooy, zij hebben deze overwinning naar ons land gebracht, naar Vlaanderen, op een dag waarop wij nog altijd de feestdag van de Vlaamse gemeenschap vieren. Gij hebt aan onze Vlaamse regering vandaag een geschenk gegeven dat ze zeker te vollen zullen aanvaarden en waarderen. En dat onze minister van Cultuur dat goed in zijn koppetje zal steken wat jullie vandaag in Nederland verwezenlijkt hebben. Na de ereschoten startte de optocht met op de kop de winnende schutterij van vorig jaar, Sint Martinus van Kinrooy. 146 schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg zetten hun beste beentje voor om de jury te bekoren. Zo'n schuttersfeest is eigenlijk een jaarlijks algemeen Limburgs verbroederingsfeest. U weet dat wij over 2 jaar stilstaan bij het feit dat de beide Limburgen 150 jaar geleden gescheiden zijn. Maar als u kijkt naar dit soort feesten, dan dacht ik dat toch de conclusie op zijn plaats is dat dit gewoon één volk gebleven is. En dat die elkaar hebben vastgehouden. Want hier, als u met de mensen praat, dan bespeurt u nauwelijks een verschil tussen Nederlanders of Belgisch Limburgers.
Wij proberen uiteraard de rivaliteit wat aan te wakkeren tussen de twee als het op binnen aankomt. Maar voor de rest is dat één groot Limburgs volksfeest. En ik dacht dat het niet voor niets is dat zoveel tienduizenden mensen daar ieder jaar naartoe komen. Het oud Limburg Schuttersfeest is een typisch exponent van de Limburgse volkscultuur. Het is meer dan een vertoon van kleurige uniformen. Het is ook een stuk geschiedenis. De oudste schutterijen ontstonden in de 16e eeuw. Ze hadden een dubbel doel. De dorpsheren bijstaan om orde en rust te waarborgen en kerkelijke plechtigheden meer luister bij te zetten. In de 19e eeuw zijn een aantal schutterijen verdwenen. Maar op het einde van de vorige eeuw kwam er een heropbloei. Het eerste Oud-Limburg Schuttersfeest had in 1893 plaats. Uniformen die nu gedragen worden zijn ofwel oud-militairen, ofwel fantasieuniformen, ofwel gildekledij. Bij de schutterijen hoort een trommelkorps en een koning of een keizer, desgevallend met gemalin. Grote schutterijen hebben ook vendeliers, bielemannen en marketensters. Bielemannen moesten vroeger de weg vrijmaken voor de processies en marketensters zorgden voor een natje en een droogje. Zo'n schuttersfeest brengt een massa volk op de been. In Kinrooi waren er dat zowat 50.000. Na de optocht hebben op het reusachtige feestterrein de wedstrijden plaats. En moeten de hongerigen gespijst en de dorstigen gelaafd. De organisatie van een schuttersfeest is geen sinecure. Gedurende een jaar wordt eraan gewerkt. De voorbereiding hiervan heeft een gans jaar geduurd. Daar hebben plusminus 50 mensen een heel jaar aan gewerkt. En op dit ogenblik werken een duizendtal mensen constant onder hoogspanning om al die duizenden toeschouwers een gading te laten vinden. Het is de 90ste OLS en de 10e keer dat het in België georganiseerd wordt. We leven niet voor niks in Vlaanderen. Dat wil zeggen, daar wordt regelmatig feest gevierd. Dit is het hoogtepunt van alle schutterijen en dat kunnen we vandaag ook wel zien. Op het feestterrein wordt gedongen naar de medailles voor de modelste of de mooiste generaal, de beste bielemansgroep of de modelste sapeurs. Keizers en koningen en dito paren worden deskundig gekeurd. En ook de marketensters. Elk detail is belangrijk. De vendeliers moeten hun kunde demonstreren. De tambourmaître houdt zijn trommelaars in de cadans en oude en nieuwe exercities dienen uitgevoerd. Thanks.
Men mag dan nog zo'n gestrenge commandant zijn, de jury is onverbiddelijk voor het minste foutje van de manschappen. Wij voeren de oud-Nederlandse exercitie uit, anno 1914. En waarom doet u dat eigenlijk allemaal? Omdat we een hobby in hebben. Dat is een hobby, hè? Dat is hobby. Oude tradities verder zitten? Ja, dat is een oude traditie en dat fascineert ons. Maar dat vraagt toch wel wat oefening, denk ik, hè? Dat vraagt een regelmatige oefening. Die gebeurt er ook. Hoe vaak? Normaal één keer per week. Maar het zijn meestal vaste mensen, dus ze hebben wel enige routine. Aan de schietbomen is intussen het kavelen begonnen. Zes schutters met elk drie kogels. Eén misser betekent de uitschakeling van de groep. Wij hadden verleden jaar het genoegen dat feest te mogen meemaken in ons naburige gemeente Stamprooi, wat in Nederland ligt. En ik moet zeggen, ik was toen echt nog niet wat u zou noemen een schuttersfan. Maar toen wij daar aan de bomen stonden en dat de laatste 9 schutters nog overblijven, toen nog 8, toen nog 7, op een duur nog 3. En daar zat er een van Kinrooi binnen. Inderdaad, dat komt toch nog wel een beetje het gevoel naar boven en zeggen, kijk, dat zou nu toch eens fijn zijn als dat naar Kinrooi kwam. Ik denk dat we daar zonder veel woorden aan vuil te maken, inderdaad vandaag een unieke kans gehad hebben om te zeggen, kijk, in de Noordoosthoek hier in Limburg ligt ook nog het mooie dorpje Kinrooi. Ja, wij gaan beginnen met een interview.